Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Current en Heineken. Hartelijk welkom, beste kijkers, bij een nieuwe uitzending van Feyenoord TV. Het is vrijdag en dat betekent dat een selectiespeler bij ons aanschuift in de studio. En dit keer niet zomaar een selectiespeler. De op twee na beste voetballer van vorig seizoen volgens de Telegraaf. En volgens het Legioen de beste Feyenoorder van vorig seizoen, Jens Toornstra. Jens, welkom. Dankjewel. Ja, dat zijn wat kwalificaties, hè? Ja, dat zijn mooie dingen die je opnoemt, zeker. Wel een beetje tegenstrijdig. De beste Feyenoorder volgens het Legioen, maar de op twee na beste speler van vorig seizoen. Ja. Met twee Feyenoorders voor je. Ja, zou ik dan gewoon zeggen dat ik meer waarde hecht aan de mening van het legioen? Ja, 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 het begon allemaal met dat gala, hè, waar je dus de bronzen schoen in ontvangst mocht nemen deze week. Lekker begin. Was mooi, ja, hè? Ja, was heel leuk. Het was mijn eerste keer dat ik bij zo'n gala aanwezig was. En ik vond het heel mooi geregeld. Mooie avond, leuke artiesten. En uiteindelijk kom je daar om die schoen op te halen. En dat was ook een heel mooi moment. Leuk. Ja, je hebt Maurice Stijn uitgekozen om de schoen te overhandigen. Kan je nog even kort uitleggen waarom je hem hebt gekozen? Ik ben natuurlijk laat doorgestroomd vanuit de amateurs. Toen ben ik bij ADO Den Haag terechtgekomen en toen was Maurice Stijn trainer van de belofte. En die heeft mij een beetje onder zijn hoede genomen en vervolgens was hij assistent trainer bij het eerste. Heb ik samen met hem gewerkt. Vervolgens was hij daar ook nog hoofdtrainer. Dus eigenlijk heb ik een beetje die stappen samen met hem gezet. En daarna zijn de wegen natuurlijk gescheiden en hebben we altijd wel contact gehouden. Dus ik vond eigenlijk dat hij wel een... de geschikte persoon was om die prijs uit te reiken voor mij. Ja, dat was het begin van een mooie week, want gisteren natuurlijk die loting waar iedereen naar heeft uitgekeken. Hoe heb jij dat beleefd? Ik zat niet voor de tv, maar ik zat, nee? Ik zat wel op mijn telefoontje wat alles was je aan te doen? Volgen. Ik was niet thuis. Nee, ik was bezig. Maar op je telefoon hou je die dingen dan in de gaten en... het was wel, je ziet natuurlijk die pools langzaam opbouwen, zeg maar. En er zitten zwaardere pools tussen, maar ook makkelijkere pools. Dus ik denk dat we, gewoon prima loting. Ik denk dat het leuk is om je te meten tegen zulke tegenstanders. En we gaan het zien. Ja, de echte Europese kanonnen als Bayern, Real Madrid, Barcelona, Juventus, die komen niet naar de Kuip. Maar toch, Manchester City is toch wel een hele... grote tegenstander en eentje om naar uit te kijken, denk ik. Ja, tuurlijk. En Napoli ook, hoor, vind ik. Maar tuurlijk, dat zijn gewoon hele sterke teams. En wat ik zeg, ik ben wel echt benieuwd hoe wij er dan op staan tegen hun. En ik hoop dat we onze huid zo duur mogelijk kunnen verkopen. Kan je al wat zeggen over de kansen die Feyenoord heeft in deze pool? Kijk, vorig jaar hebben we laten zien dat je wel van topclubs hier kan winnen. En, ik denk dat ons doel moet zijn om thuis gewoon echt gewoon goede resultaten neer te zetten. En uitstiekem ook ergens misschien een resultaat. En dan kan je zomaar derde, misschien tweede worden. En ik ben benieuwd. Je moet ook kijken hoe het gaat lopen. En ik laat het gewoon op ons afkomen, denk ik. Terug naar Manchester, waar vorig seizoen een groot volksfeest plaatsvond van Feyenoord supporters. Kijk je daar ook nog een beetje naar wat leuk is voor de supporters om heen te gaan en waar ze jullie kunnen steunen over de grens? Nou, ik denk dat het voor de supporters niet eens zo heel veel uitmaakt. Je speelt weer Champions League met Feyenoord en heel veel willen daar gewoon bij zijn. En ik denk dat het, waar je ook speelt, dat het sowieso een volksfeest wordt. En dus ik ben benieuwd. Gaat sowieso mooi worden. Ja, zeker. Nou, we kijken ernaar uit. En ook Giovanni van Bronckhorst, die besprak natuurlijk onder meer de loting voor de Champions League in zijn wekelijkse persconferentie. Ja, ik denk een hele mooie loting. Ik denk dat het voor ons natuurlijk weer na zoveel jaar weer op het hoogste podium Champions League met mooie tegenstanders. Man City natuurlijk een topclub in Europa, ook in Engeland. Napoli hebben we allemaal gezien al dit seizoen waar ze toe in staat zijn. En Shakhtar, ook een Europees team wat altijd meestrijdt op Champions League niveau. Dus het is een hele mooie pool voor ons. Het is altijd afwachten natuurlijk een loting. Als je natuurlijk de pot ziet, pot 1, en je ziet al die topploegen ertussen staan qua naam ook natuurlijk. En je hebt dan Shakhtar, dan heb je natuurlijk die niet de meest aansprekende uit die pot. En natuurlijk was het speciaal geweest voor mij om tegen Barcelona te spelen. Maar ik denk dat iedereen in de groep daar ook zijn club heeft waar hij graag tegen speelt. Maar uiteindelijk moet je deze groep
ja, die moet je, daar moet je hopen en hard werken om door te gaan. Voor ons is het nu, komt er een drukke periode aan. Hetzelfde periode die we vorig jaar ook hebben gehad. Nu op Champions League niveau. Maar ja, we zullen veel moeten reizen. We zullen goed moeten rusten. We zullen goed moeten gaan plannen. En we hebben ook het team is daar ook klaar voor. De selectie is breed. Dus we zullen daar van week op week gaan kijken hoe we dat gaan doen en met wie. Je hebt natuurlijk wel nu heel veel wedstrijden op dinsdag uit. Waardoor je eigenlijk op woensdag terug kan vliegen en wedstrijden op zondag hebt. Dus je hebt eigenlijk 4-5 dagen om je voor te bereiden voor de volgende wedstrijd in de competitie. Ja. Daarentegen zitten wel de wedstrijden ervoor wel natuurlijk kort op de Champions League wedstrijden. Maar dat zijn meestal ook thuiswedstrijden. Dus qua programma is het niet ongunstig. En wat je ook zegt, Champions League betekent dat je meer rust hebt naar het weekend toe. Hij heeft natuurlijk wel een lange voorbereiding gehad eigenlijk, maar eigenlijk nog niet veel in teamverband. Dus we hebben hem ook, nadat hij getekend had, met hem gesproken wat hij gedaan heeft. En in samenspraak met Arno, de fysieke trainer, een programma gemaakt. Dus hij zal dit weekend niet spelen. Het volgende week wel met de belofte meedoen om weer een wedstrijdritme op te pakken. En dan kijken we na de break hoe hij ervoor staat. Nou, je hoopt altijd natuurlijk dat je meerdere spelers in de selectie hebt. Dus in dat opzicht vind ik het wel jammer. Maar ja, uiteindelijk aan de bondscoach, aan Dick Advocaat natuurlijk om de spelers te selecteren die hij denkt dat hij nodig heeft. En dat is ook zijn taak. We hebben met iedereen op het veld gestaan, dus dat is goed. We hebben geen klachten. Natuurlijk wel de jongens die wat langer eruit zijn, maar geen nieuwe klachten erbij. Hij heeft op dit moment wat hij meedoet, dat heeft hij in de afgelopen maanden nog niet gedaan. Dus daar ben ik wel heel positief in. En hij moet daar een stap in maken. Het is natuurlijk wel na zo'n lange tijd afwezig, is voor hem natuurlijk ook zaak om nu weer fit te worden. Maar hij doet heel veel dingen al mee op de training en dat is wel heel positief. Jens, de afgelopen week, hoe hebben jullie getraind? Hoe hebben jullie voorbereid op de wedstrijd van komende zondag tegen Willem II? Eigenlijk hetzelfde als normaal. Gewoon hoe wij iedere wedstrijd benaderen. De afgelopen week Excelsior natuurlijk uit. Niet heel goed gespeeld, maar ik denk gewoon 1-0 verdiend gewonnen. Het zijn al 3 punten meer als vorig jaar. Ja. Verder is de voorbereiding gewoon normaal geweest. Vandaag gaan we tactisch trainen en dan gaan we zien hoe we Willem II gaan bestrijden. Wat hebben jullie meegenomen uit die wedstrijd tegen Excelsior? Nou goed, eigenlijk hetzelfde als tegen Twente. We spelen 20, 25 minuten goed, eerste helft. En daarna zakt het een beetje in. Dat komt ook omdat Excelsior iets anders gaat spelen. Maar wij moeten gewoon sneller herkennen hoe wij daar weer op kunnen reageren. Dat is een proces waarmee we bezig zijn. Dat gaat steeds beter. Straks gaan we uitgebreid verder praten over de wedstrijd die komen gaat tegen Willem II. Jij was vorig jaar matchwinnaar en dat zit ook in de volgende hoogtepuntenklips. Je krijgt de bal terug. De bal richting Bruins en... Oh, wat een doelpunt zeg! Ja, heerlijk die bal in één keer genomen door Luigi Bruins. Corner van Miyaichi. En ook heel gevaarlijk, want daar is de 3-1. Weer een corner. En Bruno Martins in die scoort. Leurling, dat is wel een goede paas. De weg vrij voor Song. Gaat ook hij zijn eerste maken voor Feyenoord. Song Guk Song, jazeker. Het is 4-1. Daar is Obiku. Daar is de schot. Een goed schot. Kaarsdorp, bal aan de voet. Goede bal zeg. En de kans en de goal. En een hele mooie ook van Elia. Hij breekt het dan toch open. Buitenkant, nu de paas en... Oh, die bal rolt er zomaar in. Mitchell, ga
gaat hij weer. Doelpunt! Ja hoor. Dat is keurig. Dit steeds lekker te draaien bij Feyenoord 3-0. Ja, 3-0. De maker, Pelle. En de kopbal van Gibson, een doelpunt. Feest. Wilshire. Richards verlengt en komt hem in de kruising. Dat is een fraai debuut. Voor Colin Kazim Richards. En de spanning is terug in Rotterdam. Dus Hofs en het is een doelpunt. Feyenoord heeft er een specialist bij, maar ook dit is wel te makkelijk. Nicky Hofs, zijn tweede goal al voor Feyenoord. Is er doorgespeeld, Meeuwis, maar kan scoren, geeft voor en dat is ook goed. Miyaichi zet Feyenoord op 2. Daar, Toornstra, mooie goal zet. Prima voorzet van Avelia en prima ingekopt door Jens Toornstra. Ja, we zien een prachtig doelpuntje van jou voorbij komen vorig jaar hier in de Kuip. Willem II is sowieso wel een tegenstander dat jou redelijk goed ligt. 12 wedstrijden gespeeld, slechts 1 keer verloren. Bestaat dat, een tegenstander die je beter ligt dan andere tegenstanders? Nou ja, dat heb ik eigenlijk wel bij voorgaande clubs ook gehad. Dat je altijd wel een tegenstander had waar je het bijvoorbeeld eigenlijk altijd wel moeilijk mee had. En Willem II is dat dan toevallig voor mij niet. Maar ik weet nog wel dat we hier in de Kuip ook van hun verloren hebben. Dus we moeten wel waakzaam zijn. Hoe staan ze er nu op? Wat kunnen we verwachten van die tegenstander van zondag? Ja, het seizoen is natuurlijk nog vroeg en je ziet het bij ons ook. We zoeken nog en het loopt nog niet allemaal vanzelf, zeg maar. En dat is bij Willem II ook nog niet zo. En aan ons om eigenlijk gewoon in ieder geval de lijn van de resultaten door te trekken en gewoon te winnen. En dan proberen dat te koppelen aan een beter spel dan de vorige wedstrijden. Ja, want is die stijgende lijn wel zichtbaar volgens jou bij Feyenoord? We hebben natuurlijk iedere week beschouwen we de wedstrijd na, zeg maar. En dan merk je wel dat de dingen die wij bespreken steeds beter terugkomen. Alleen, misschien op het blote oog denk je van ze spelen maar 25 minuten goed. Maar in de details gaat het wel steeds beter. Op voorhand sowieso al een bijzondere wedstrijd zondag, want de jaarlijkse Sofia-dag. Honderden kinderen van het Sofia Kinderziekenhuis hier in de Kuip. Dat is altijd mooi. Dat krijgen jullie als spelers denk ik ook al mee, hè? Ja, dat kregen we vorig jaar ook mee. Dat was met Adona, met de knuffels. Ja. En dat was een hele mooie actie overigens. En dit jaar weer. Ze lopen het veld op. En ik hoop dat er veel gecollecteerd kan gaan worden weer. Ja, laten we dat hopen. En vooral oproepen om de portemonnee te gaan trekken komende zondag. De komende dagen. Het is nu vrijdag. Je bent altijd heel vroeg op de club trouwens. We nemen dit ook voor de training op. Want je gaat altijd nog even een pot darten, potje poelen ook. Krantje lezen. Ja? Ja. Ik hoor altijd voetballers geen kranten lezen, maar dat doen we wel. Dus. Jij wel? En, vanochtend nog gedart? Nee, nog niet. Nee, ik eerst even rustig ontbijten. En ik wilde gaan darten, maar toen moest ik hierheen. Dus dat gaat dan even niet. Met wie doe je dat normaal? Win je normaal gesproken ook? Dat ligt eraan tegen wie ik speel, maar ik speel vaak met Michiel en dan trek ik toch vaak aan het kortste eind. Ja? Ja, zonde. Ja. Hij heeft langere armen, hè? Ja, precies. Dat krijg je dan. Oneerlijk. Ja. Maar vandaag dus nog trainen. Hoe zien de komende dagen er voor jou uit? Hoe bereid je je voor op zo'n wedstrijd? Vandaag trainen. Verder probeer ik vaak vanaf 2 dagen voor de wedstrijd gewoon rustig aan te doen, mijn rust te pakken. Eigenlijk zoveel energie of zoveel mogelijk energie te sparen voor de wedstrijd. En morgen hebben we nog een tactische training. En die zou ook niet heel zwaar zijn. En vanaf dat gewoon de focus op de wedstrijd. Succes daarbij en natuurlijk succes zondag. En leuk dat je even aanschoof bij ons in de studio. En ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Maandag zijn we natuurlijk weer terug op Fox Sports. En dan gaan we nabeschouwen op die wedstrijd Feyenoord tegen Willem II. Bedankt voor nu, goed weekend en graag tot maandag.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Current en Heineken.